Je kijkt naar de derde aflevering van Bok bij het school. In dit programma voeren klassen van verschillende scholen diverse leuke opdrachten uit. En deze week zijn we op bezoek bij De Triangel in Enschede. We gaan op zoek naar het vetste plekje van de school. Wij nemen jullie mee naar het vetste plekje van onze school. Het Kruifkort. Kom mee. Rennen jongens. Zo, leg ons maar even uit wat we zien. Nou kijk, dit is het Kruifkort. Het is een heel leuk en modern veld. En heel veel kinderen hebben er heel veel plezier aan. Er spelen wel dagelijks 800 kinderen op. Omdat het een leuk veld is met kunstgras en leuke doeltjes. Het Kruifkort is vernoemd naar de Johan Cruijff van Ajax. De nummer 14. En is beroemd aan zijn uitspraken. Bijvoorbeeld, elk voordeel heeft een nadeel. De Kruifkort was eerst een lelijk stenen veldje die helemaal kapot was. Maar het is veranderd in een mooi veldje met mooie doelen en kunstgras. Hier spelen dagelijks wel 800 kinderen op, zoals Koen al zei. Na schooltijd, maar ook tijdens schooltijd. Na schooltijd komen ook kinderen van andere scholen hier. Dus het is niet alleen voor ons bijzonder, maar ook voor andere kinderen. Tijd voor een interview. Goedemiddag dames en heren, wij zijn Merle en Joep van basisschool De Triangel uit Enschede. En wij interviewen vandaag toekomstig Olympisch zwemkampioen Thomas de Maar. Hallo Thomas. Hallo. Zouden wij u een paar vragen mogen stellen? Natuurlijk. Waarom ben je begonnen met zwemmen? Ik zat eerst op voetbal en dat vond ik niet zo leuk. En toen ik met ABC bezig was, zei mijn badmeester tegen mij, Thomas, je kan goed zwemmen, waarom ga je niet verder mee met wedstrijd zwemmen? En een vriend van mij zat op zwemmen en heb ik een training meegedaan en toen zat ik bij de club. Maar hoe lang zwem je dan al? Ik zwem nu ongeveer 5 jaar. Ik was begonnen op mijn 4e met ABC. Daarna heb ik een jaar voetbal geprobeerd, maar dat vond ik dus niet zo leuk. En toen ben ik weer begonnen op mijn 6e. En eerst bij Aquadroom, survival, snorkelen en daarna bij EZC wedstrijd zwemmen. Oké. Hoe vaak train je per week en hoe lang is dat dan? Ik train 3 keer in de week. Op maandag 1 uur. Op woensdag 1 uur en 1 kwartier grondtraining. Spieren losmaken. Op zaterdagochtend 1 uur. En soms nog in het weekend een wedstrijd. En met welk onderdeel ben je dan het snelst? Met de baskrol. Daar zwem ik op de 100 meter 1 minuut 35. Hoeveel jaar denk je dat je nog nodig hebt om Olympisch kampioen te worden? Weet ik niet precies, maar ik denk nog wel 1 jaartje of 10. En je spieren dan voor de wedstrijd, moet je die ook nog warm maken? Ja, die moet je warm maken bij de wedstrijd en 1 kwartiertje op woensdag. Moeten we even armen zeg maar losdraaien en benen. En 1 kwartiertje bij de wedstrijd ook. Wil je dan nog wat vertellen aan de kijkers thuis? Het superleuk is. Nou, bedankt voor het interview en tot op de Olympische Spelen in 2020. Graag gedaan. Dan nu ons vaste onderdeel, de limerick. We kijken wat de triangel ervan heeft gemaakt. De triangel in Enschede. De school die is echt oké. Koninklijk en Kruif, het blijft hier een vijf. We zingen van holla die. Hallo beste kijkers, dit is Triangle Boulevard met uw gastvrouw Nathalie de interviewer. Ik ben hier vandaag in het donkere fietshok. En elk thema heeft een moeilijk verhaal. En dit thema is geheimen. En ik ga deze mensen interviewen. Het zijn de anonieme personen. Ze willen niet bekend worden. Ze willen niet dat je zijn naam zegt. Daarom hoor je ook niet zijn echte naam, alleen anonieme personen. Ook hoor je de stemmen niet, toch? Ja, natuurlijk niet. Oké. Dus dit thema gaat over geheimen. Wat is jullie geheim dan? Ja, we hadden veel strik mee met de invallers en ook als die hier weg is. En daar zijn ze nooit zo blij mee. Oké.
Dan nu de echte vragen. Kom maar op, we zijn heus wel eerlijk, hoor. Wat doen jullie als de invaller of de lerares weg is? Dan halen we gemene streken uit de... Wat voor streken dan? Nou, we houden een 1-minuut feestje. Dan gaan we al het geluid zetten we hadden. We gaan dansen, we gaan schreeuwen. Ja, dat dus. Wat is het ergste dan wat jullie ooit hebben gedaan bij de invaller? Extra lang naar de wc gaan om te kletsen en whatsappen. De les is niks aan. En propjes gooien natuurlijk. Wat doen jullie dan als de invaller uitlegt? Nou, dan praten we door hem heen. We gaan luisteren niet, we doen brutaal. Al die dingen. Ja. Nee, ik snap het. Oké, vonden jullie het leuk om geïnterviewd te worden? Ja, natuurlijk. Of niet? Ja. Heel leuk. Nou, ik vond het leuk in ieder geval om jullie te interviewen. Ik ben ook veel over jullie te weten gekomen. Bedankt voor deze leuke interview, mysterieuze personen. Ja, door. Wat een boefjes zijn het toch. Tijd voor alweer het laatste en meest spannende onderdeel. De rappe race. Daar gaan we. Bestig de triangel een record. Met z'n allen door één deur kan niet, jongens. Kom op, rennen. Door de deur, langs het dek. Het publiek wordt gek. Dit moet een toptijd worden. Tijd voor de tussenstand. Het eerste triangel gelukt. Volgende week bezoeken we een nieuwe klas van de Afonsenschool. Tot dan!